de vierde review-missie van het programma van het Internationaal Monetair Fonds, IMF, om de economie te herstellen, is goed verlopen en vandaag afgesloten. Minister Stanley Raghubarsin van Financiën en Planning zei vandaag tijdens een persmoment op zijn departement dat het IMF-programma niet te strak doorgevoerd kan worden omdat het niet zo gunstig kan uitkomen voor de economie. Wij moeten in elk geval proberen om met het programma tegen het eind van het programma ervoor te zorgen dat we zelfstandig verder kunnen en onze schulden duurzaam, dus dat wil zeggen op lange termijn, kunnen blijven oplossen. Nou, die situatie is nog niet bereikt. Dus daar gaan we nog een paar reviews voor nodig hebben voordat we zover zijn. Als we dat te strak aanzetten op dit moment, wordt de financiële situatie te krap en kan het lastig worden in het rondkomen. En in dat opzicht moet ik zeggen dat ook hier, ook deze keer, het IMF een goede partner van Suriname blijkt en meegaat in de inzichten en in de snelheid waarmee wij denken dat dit programma uitgevoerd kan worden. De minister geeft verder aan dat er gunstige gesprekken zijn tussen het IMF en diverse instanties. Er is veel kennis uitgewisseld en er wordt veel succes geboekt bij de uitvoer van de IMF-missie. Midden december de zaak met China rond hebben, zodat wij binnen het IMF de volgende review ook op een goede manier kunnen afronden. Ik denk dat het besluit is, wij kijken terug op een hele goede werksessie. Ik denk dat veel dank verschuldigd is, ook bij deze missie, aan de werkers van alle ministeries, inclusief Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken, Natuurlijke Hulpbronnen, LVV, de banken in Suriname, de Suriname Economic Oversight Board, de Centrale Bank en hun staf, het ministerie van Financiën en staf. Er is heel veel werk verzet, er is heel veel kennis, liefde en ter zake deskundigheid bij onze mensen. En dat maakt ook dat dit soort missies succesvol kunnen worden afgerond en dat het gewoon de goede kant op gaat. De minister zegt dat het succes van het slagen van de vierde missie niet alleen door de kundigheid van de IMF-missie komt. Er zijn namelijk ook harde werkers in het land die zich tegen lage salarissen inzetten om de economie weer gezond te maken, meent de bewindsman.